Meneer Voordewind, ik kom al jaren op voor vervolgde christenen. Wat is de meest aangrijpende ontmoeting geweest de afgelopen paar jaar met een christen die vervolgd werd? Nou, ik kan me nog goed herinneren dat wij in Irak waren. Dat was trouwens met een filmploeg van de EO, daar hebben ze een verslag van gemaakt. En dat we op een gegeven moment op een bijeenkomst kwamen met wel 40, 50 weduwen. Die hun man waren verloren of die hun zoon hadden was gekidnapt en uiteindelijk vermoord was. En toen halverwege, toen had ik dus 20 verhalen gehoord van vrouwen, hoe ze in de ellende zaten. Hoe ze ook soms alles hadden verkocht om het losgeld te kunnen betalen. En vervolgens nog hun man werd vermoord. Na die 20 verhalen moest ik wel stoppen, want toen werd het me echt te veel. Als je zoveel ellende hoorde in een kort tijdbestek, ja, dan breek je hart wat voor ellende die mensen moeten meemaken. En dat gaat echt van inderdaad hele huis en haard verkopen in de hoop dat je na maanden je man weer terugziet en dan toch alles kwijt. En ook nog een keer je man en soms hun zonen er ook nog een keer bij. Ja. En waarom komt u op voor vervolgde christenen? Ten eerste omdat het een Bijbelse opdracht is. Er staat in Galaten dat kom op voor iedereen, maar in het bijzonder voor je geloofsgenoten. En het blijkt ook wel dat onze geloofsgenoten het meest vervolgd worden van alle minderheidsgroepen. Als je het bij elkaar optelt, 100 miljoen christenen worden dagelijks vervolgd. Alleen vanwege het feit dat ze in de Heer Jezus geloven. Ja, ze zijn geen bedreiging voor de staat. Ze zijn niet crimineel. Ze doen niks strafbaars. Ze komen bij elkaar om de naam van de Heer te belijden. Mm-hmm. En daarom alleen al worden ze vervolgd. En dan heb je het over landen zoals China, Noord-Korea, maar ook Saoedi-Arabië, Iran, waar we verschillende acties als ChristenUnie hebben opgezet voor de mensen die huiskerken hadden en jarenlang verdwijnen in de gevangenis. Mm-hmm. Maar nu ook weer Pakistan. Ik ben net terug uit Pakistan. En vandaag hoorden we weer van een meisje van 11 jaar dat Down-syndroom heeft en vervolgens beschuldigd werd van het beledigen van de profeet Mohammed. Mm-hmm. Omdat zij een aantal blaadjes uit de prullenbak zou hebben gehaald van straat om daar een vuurtje mee te maken. Nou, die dreigt nu de doodstraf te krijgen. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. En ik hoop dat heel veel christenen, maar niet alleen christenen, maar ook iedereen opkomt om dit meisje vrij te krijgen. Ja, en hoe komt het Westen nu in het algemeen op voor vervolgde christenen? En wat kan daar dan beter? Ja, over het algemeen valt het op dat met name de christelijke partijen in de Tweede Kamer opkomen voor christenvervolging. Dat lijkt logisch, maar aan de andere kant zou je denken dat heel veel linkse partijen die opkomen voor mensenrechten en voor minderheden dat ook zouden doen. Dat gebeurt, vind ik, te weinig. Ondanks dat wij als christelijke partijen ook opkomen voor vervolgde moslims of vervolgde hindoes. Bijvoorbeeld ook in de situatie van Pakistan, waar zij net zo goed vervolgd worden. Maar als je kijkt naar het absolute aantal van vervolgden, dan is de groep christenen is daar het grootste in. Mm-hmm. En ik zou willen dat dat draagvlak om op te komen voor mensenrechten en minderheden groter zou zijn dan alleen de christelijke partijen. Gelukkig krijgen we hier en daar wel steun. En gelukkig lukt het om ook christelijke partijen in een regering te krijgen. In Nederland. We hebben dat zelf mogen ervaren een paar jaar geleden. En dat helpt natuurlijk enorm om het beleid te beïnvloeden en op te komen wereldwijd voor die christenen die vervolgd worden. Ja, en hoe komt het dat bepaalde partijen daar niet te weinig aandacht aan besteden, aan die vervolgde christenen? Ik denk dat we in Nederland nog te veel in de jaren 60, 70 mentaliteit zitten als het gaat om de met name linkerpartijen. Die het christendom als iets ouderwets zien. Of die zich hebben afgezet tegen de kerk. Als in hun ogen onderdrukkend instituut. En waarbij er geen aandrang is om ons bijval te verlenen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, het verschilt soms per persoon. Het verschilt soms per onderwerp. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld het CDA er een prijs stelt op het moment dat wij niet alleen maar voor christenen opkomen, maar ook voor moslims. Mm-hmm. En dat zij zeggen, ja, als jullie in die combinatie pleiten voor minderheden, dan pas steunen we jullie. Dat vind ik dan wel weer heel erg triest en bekrompen. Omdat in sommige situaties, zoals nu in Pakistan, het echt gaat om christenen. Ja. En wat voor politieke druk kan Nederland uitoefenen op landen die christenen vervolgen of het toestaan dat christenen vervolgd worden? Ik denk daarbij ook tegelijkertijd aan de economische belangen die wij in zulke landen hebben, zoals in China. Ja. Ja, dat kan een belangrijk argument zijn om je mond te houden. Wij vinden als ChristenUnie dat dat niet zo moet zijn. We vinden dat je ook het recht hebt om op te komen voor christenen en voor minderheden en voor mensenrechten. Ook al is het in China een land wat voor ons belangrijk is als handelsnatie. Dus je moet absoluut je mond niet houden. Als je een goede relatie hebt, dan moet je elkaar dingen kunnen vertellen. Mm-hmm. In alle openheid. En soms moet je dat
achter de camera's doen en niet voor de camera's. Als dat nodig is voor die situatie, voor die persoon die in de gevangenis zit, moeten we dat ook op die manier doen. Dat hebben we als ChristenUnie ook meerdere keren gedaan. Mm-hmm. Onder de radar proberen aandacht te vragen voor. Altijd afhankelijk van wat het lot van zo'n persoon verbetert. Ja, en dat werkt dan ook? Ja, we hebben verschillende voorbeelden van situaties waarbij we als ChristenUnie aandacht hebben gevraagd voor bijvoorbeeld twee vervolgde christenen in Afghanistan die in de dodencel zaten. Die door druk, onder andere van ons, als het toen ging om die Kunduz-missie, akkoord ja of nee. Toen hebben we ook tegen minister-president gezegd, Rutte, voor ons is het erg belangrijk dat deze twee mensen vrijkomen. Want we kunnen daar niet een rechtsstaat gaan verdedigen of versterken. Terwijl diezelfde rechtsstaat daar christenen in de gevangenis stopt. En zelfs nog een doodstraf dreigt. Dus uiteindelijk zijn die twee christenen in Afghanistan ook vrijgekomen. En dat hebben we meerdere keren gezien. Ook in Iran bijvoorbeeld, waar een Nederlands-Iranier vast zat. En ook de doodstraf dreigde te krijgen. En met veel politieke druk hebben we ook deze man terug kunnen halen naar Nederland. Ja,